allemaal. Ik ben aan het wachten op Wouter. Hij kan hier ieder moment binnenkomen. En ik ben eigenlijk heel benieuwd wat zijn lievelingsspeelgoedauto is. Nou, daar is hij. Ik heb wel zin in een avontuur. Hey Wouter. Hoi, Sooi. Wat heb je meegenomen? Een kiepwagen. Een kiepwagen? Nou, daar wil ik alles over horen. Keeper de kiep, kom maar mee. Zeg, Wouter, ik weet eigenlijk helemaal niet zo heel veel over de kiepwagen. Maar jij volgens mij wel. Ja. Ja? Nou, vertel eens dan, wat kan die allemaal? Nou, hier kunnen rotsblokken en zand in. En dan drukt een man die hier zit, of een vrouw, dan drukt die op een cabine hier in een knopje. Ja? En dan gaat deze zo. Wow, jij weet echt superveel over de kiepwagen. Maar heb je ooit al eens in een echte kiepwagen gezeten? Nee. Nee? Nog nooit? Nog nooit. Oh, je weet er zoveel over. Ik denk dat ik jou wel kan helpen daarbij. Heb je al gekeken wat er achter je staat? Weet je wat dat is? Nee. Dat is de magische auto. En als wij daar instappen, dan kunnen we proberen om in een echte kiepwagen te gaan zitten. Lijkt je dat leuk? Ja. Ja? Heb je er heel veel zin in? Ja. Hoeveel zin? 100 miljoen miljard. Wow. 100 miljoen miljard. Nou, dan moeten we 100 miljoen miljard snel naar de magische auto toe. Kom! Oké, Wouter. Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Leg je handen op mijn hand. En dan gaan we op de knop drukken in 3... 2, 1, wow! Wow! Het is gelukt, Wouter. We zitten in een kiepwagen. Hoe lang heb je hier al van gedroomd om in een echte kiepwagen te zitten? Elke dag. Elke dag? Ja. En nu is het eindelijk zover. We zitten er echt in. Wat wil je weten over de kiepwagen? Waarom heet een kiepwagen eigenlijk een kiepwagen? Nou, zal ik jou eens vertellen. Een kiepwagen, ja. Daar zit een kieper. Daar zit de bak zit achterop. Ja. En er zitten twee scharnierpunten op. En als ik hier straks, als wij gaan kiepen, dan druk ik hier een hendeltje. Ja. Oh, hier binnen, voorin. Hier binnen, hier links. Ik kan je goed, ik denk dat je het net niet kan zien. Ja. En dan gaan wij kiepen. En dan gooit hij alles eruit. Ja, dus dit is eigenlijk een wagen en hij kan kiepen. Een kiepwagen. Precies. Zo simpel is het. Nou, hier zitten kiep en kiep. Dus, en hier zit kiep. Dus kiep. Dus we gaan lekker kiepen vandaag. Oeh, Wouter. Wat een hoge wagen, hè? Ja. Oh. Ja. Zo. Zeg, wat wil je allemaal vragen? Hoe gaat de bak omlaag? Omlaag, met het knopje. Kijk eens. En waar zit het knopje dan? Hier kunnen we mee omhoog. Kijk maar. En omlaag doen. Ik durf het eigenlijk bijna niet te vragen, maar mag Wouter misschien eventjes... Ja hoor, dan gaan wij kiepen. Ja. Even tillen. Nog door tillen. Doe maar door. Nou, doe naar achter. Kijk. Zo, hallo. Hier kan veel zand in. Ja. Hoeveel zand kan hier eigenlijk in? Hier kan wel 15 kuub in, totaal. 15 kuub? Ja. 15 kuub. Hoe, 15 kuub. Hoeveel is 15 kuub? 15 kuub. Precies, 15 kuub. Zo simpel is het. Maar die gaten in het zand, zie je dat ook? Ja. Horen die gaten in het zand? Nee. Nee, dat hoort niet. Dat zijn maar een soort hele diepe holletjes. Muizenholletjes. Precies, soort muizenholletjes. Ja. Konijnen. Ja, maar wacht even. Dit zand kwam toch van de boerderij? Kom bij de boerderij vandaan. Nee. Dan kunnen er wel dieren tussen zitten. Ja. Oh, maar dat is natuurlijk helemaal niet goed als er dieren tussen zitten. Nee.
Moeten we niet even de boerderij bellen om te vragen of ze niet een dier missen? Ja, dan moeten we even bellen, denk ik, ja. Wat voor dier zou dat nou zijn? Een muis. Een muis? Of misschien een paard. Zou ook nog kunnen. Ja. Ja. Maar paarden passen toch niet in die holletjes? Ja, natuurlijk wel. Boerderij van de Linde, met die kom. Hallo, u spreekt met de kipwagenchauffeur Wouter. Hallo, Wouter. Met Yvonne van de boerderij. Missen jullie een dier? Een dier? Nou, wat toevallig, wij missen een konijn. Konijn? Oh, want wij hebben in onze grondlading ook heel veel holletjes gevonden. Dat zou heel goed kunnen. Hij heet Flappy, dus misschien zou je willen kijken of hij misschien mee is gegaan. Soms gaat hij wel eens wandelen op de boerderij, maar misschien dat hij wel op het zand dat vanochtend is opgehaald. Weet u zeker dat u geen paard mist? Een paard? Nee, die heb ik net geteld, die zijn er nog allemaal. Oké, nee, dan is het goed. Nee, goed. Het is geen paard. Goed, Wouter, de kiepchauffeur en ik gaan op zoek naar het konijn Flappy. Wat ben je aan het doen? Konijn houdt van wortels? Ja. Denk je dat het gaat lukken? Nou, je houdt hem iets te hoog. Te hoog? Ja. Oké. Ja, verder. Ja. Ja. Nu komt hij hem wel halen. Flappy! Zie je het? Nee, het schelpje. Oh, een schelpje. Geen konijn? Nee, maar ze was wel wit. Oh, het was wel wit. Sorry. Ja? Daar is Flappy. Flappy? Hier, Lola. Ja. Kom maar. Flappy. Yes. Huts. Ja. Let's go. Wat een hoop werk. Ik zweet er zelfs van. Zweet je er zelfs van? Zeker. Ja, ik ook. Ik vond het ook hard werken. Ja. Ja, ik zweet er helemaal van. Yes. Jee. Zo. Sap de flap, we zijn er. Yep. Bent u Yvonne? Ja. Ah, ja, ik hoor het. Kijk, we hebben iemand meegenomen. Heb jij mijn konijn gevonden? Ja. Dankjewel, die waren we kwijt. Hij zat erin. Is hij met zandlaaien erin geschoten, denk ik. En weet je, nog een extra wortel. Nou, dankjewel. Ja, want toen wij hem probeerden te lokken met een touwtje aan de wortel, toen kwam hij niet. Echt wel? Had hij er toch geen zin in? Jawel hoor, jawel. Kom, we gaan. Ja. Kom. Wouter, wat zeg je nou? Zo, Wouter. En is je droom van vandaag een beetje uitgekomen? Zeker. Om in een echte kiepwagen te zitten? Zeker. En wat vond je nou het allerleukst van je droom? Alles. Alles? Alles. Ik vond gewoon alles, heel de dag het leukst. Alles de hele dag? Ja. Volgens mij is het dan een goed moment om nu op de knop te drukken en weer terug te gaan naar de garage. Toch? Goed. Dankjewel, Kiepert. Goed. Tot later. Leg je handen op mijn hand en dan gaan we. Ben je klaar? Ja. Tel maar af. 3.